enthousiasme. Engagement. Zachtheid. Jouw expertise. Je beschikbaarheid. Jouw hulpvaardigheid. En natuurlijk ook je humor. Hopelijk tot heel, heel snel. En ontzettend veel succes met alles wat komt. Bye. Dag Annemie. Ik kan er niet bij zijn op de nieuwjaarsreceptie van de Werkgroep Mondiale Vorming, maar ik heb ook een persoonlijk boodschapje voor jou. Ik wil ook jou bedanken voor je jarenlange inzet als voorzitter van de Werkgroep Mondiale Vorming. En er zijn drie dingen die ik van jou onthoud. Ten eerste, iedereen van de deelnemers aan de vergadering van de Werkgroep Mondiale Vorming zal beamen dat jij een warme persoonlijkheid bent en dat je iedereen kon welkom heten. Iedereen was welkom aan de tafel van Annemie en zelfs moeilijke vergaderingen met moeilijke thema's. Je zorgde ervoor dat ook nieuwe medewerkers zich thuis voelden en je introduceerde hen in die nieuwe moeilijke thema's. Het was soms een duiventil, de Werkgroep Mondiale Vorming. Mensen die gingen, mensen die weer er opnieuw bij kwamen. Jij wist alle namen van de medewerkers en je bent dus een warme persoonlijkheid die iedereen welkom heet. Beste Annemie, ik heb 30 seconden gekregen om een videoboodschap te maken in naam van Bosplus. Om je te bedanken voor alle goede raad, voor alle ondersteuning die we van u hebben gekregen. Voor alle gelezen projectvoorstellen. Voor al die MOVO-vergaderingen. En ook voor de manier waarop je altijd heel de sector verdedigd hebt. De grote en de kleintjes. Merci ook voor je no-nonsense stijl en uw droge humor. En ook... Te veel in de Werkgroep Mondiale Vorming en je liet iedereen aan het woord. Zelfs mensen die iedere keer met dezelfde stokpaardjes aan het woord kwamen. Je luisterde aandachtig en je gaf hen ook het woord. Ook nieuwe mensen betrap je op de vergadering. Wat ik ook altijd leuk vond is dat er soms dat je uit je rol viel. En dan dat je toonde dat je eigenlijk geëngageerd was, dat je activistisch was. De activistische Annemie, die het hart op de tong heeft en die zegt van ik wil meer samenwerking in de sector, ik wil meer synergie. Jij ging ervoor en je zorgde er ook voor dat we resultaten haalden met de Werkgroep Mondiale Vorming. Die activistische Annemie, dat vond ik ook. Dag Annemie! Wij van het onderwijsteam van LWL5 zijn op een symbolische plek gaan staan. Een kruispunt om jou te bedanken voor je jarenlange enthousiasmerende inzet voor het platform Mondiale Vorming. Als ondersteuner van dit platform herhaal je steeds hoe belangrijk kruispunten zijn. Want op het kruispunt van educaties, daar gebeurt iets. Je schept er plezier in om mensen samen te brengen en op zoek te gaan naar interessante kruispunten. Dat doe je niet alleen door inhoudelijke input te geven, maar ook door een feestje en een pauze op het juiste moment. Je probeert ook op die manier mensen te verbinden in de hoop dat ze dan ook de juiste banden leggen. Je neemt tijd om te luisteren, te ondersteunen en te onthouden wat er gezegd wordt. En je deelt op die manier niet alleen jouw expertise, maar slaagt er ook in om collega's hun expertise te verdelen. Je neemt de nodige tijd om nieuwe collega's in te wijden in het platform MOVO en hen op een hartelijke manier te verwelkomen. We zullen in ons werk ook vaak terugdenken aan jouw pleidooi voor kruispunten en verbanden. Dankjewel! En santé! En iets anders, een derde troef, is jouw kritische kijk. Kritische kijk op de sector, op wat we doen als onderwijsmedewerkers. Je keek ook over het muurtje en je gaf ook die noodzakelijke schop onder onze kont.
Ik ga nooit vergeten dat je zei over de NGO's. Ja, de NGO's, ze hangen te veel aan het infuus van de overheid. Ze rekenen te veel op het geld van de overheid. Jullie moeten onafhankelijk blijven. Jullie moeten ook zelf kritisch blijven. Annemie, bedankt dus voor jouw warme persoonlijkheid, voor jouw activisme en ook voor je kritische blik. En ik hoop dat je in je carrière, vrijwillig of professioneel, die drie proeven nog altijd kan uitspreken. Bedankt voor alles en ik ga jullie goed op de receptie. Ik drink er eentje mee vanuit Oeganda. Dag! Lieve Annemie, veranderingen horen bij het leven. Bedankt voor alles dat je ons hebt gegeven. Bedankt voor je geduld. Je hebt steeds onze tijd goed gevuld. Laat jij het platform maar los. Wij zoeken de bomen wel in het bos. Voor jou gedaan met de last. Wij houden de wereld vast. Jabo. Dag Annemie. Dag schat. Een flexibele, watergelateerde groet vanuit Gent. Dank voor je inzet en strijdvaardigheid. Je dossierkennis. Je aandacht voor elk van ons. We zullen nooit vergeten hoe je, na het drinken van een kop koffie, ons leerde om te gaan met indicatoren. Tips gaf om vastgelopen debatten nieuwe impulsen te geven. Dat je recepties opzette om mensen uit te zwaaien. Blijf ze opzoeken en frequenteren, die ongedwongen momenten. Het is energie die je niet kunt missen. Van harte. Johan? En Tine? Annemie, je gaat toch niet weg of wat? Nee, je weet het nog niet, maar het wordt verlengd. Het contract wordt verlengd voor een onbepaalde duur. Sorry.